Het belangrijkste is van deze DLC, althans dat vind ik dan ook wel heel belangrijk: zijn drie nieuwe attracties. Wow. Dames en heren, hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van Planet Coaster. Vandaag gaan we kijken naar de drie DLC-pakketten die Planet Coaster ondanks heeft uitgegeven en die je kan kopen voor 3 euro per stuk. Maar voor de mensen die het niet willen kopen en toch willen weten wat de inhoud is van die DLC-pakketten, is deze video hopelijk wel geschikt voor jullie. En uh, gaat het ook een handje helpen natuurlijk om te laten zien wat voor objecten we hebben en wat er nou precies is toegevoegd. Want dat is bij sommige mensen nog een beetje een raadsel. Nou, uh, ik kan al een beetje verklappen. Deze drie objecten, de autootjes en de logo's, die zitten sowieso in het uh, spel. En uh, de Frontier moest natuurlijk ook gewoon die rechten kopen om dit te gebruiken in hun spel. Vandaar dat hun uh, daarvoor moesten betalen en dat ook wij moeten betalen voor deze DLC-pakketten. Het is gewoon een kleine extra en het voegt niet uh, super veel toe, alleen uh, voor de echte fans, bijvoorbeeld, je hebt de keuze uit drie films. Uh, nou ja, films. Ik, ik weet trouwens niet. De Munsters, dat zegt me helemaal niks. Ik weet wel dat Knight Rider een serie was met David Hasselhoff. En die speelde de hoofdrol. En uh, die auto die kon geloof ik praten. En... Als je kijkt naar de binnenkant, het ziet er wel echt heel erg mooi gedetailleerd uit. En je ziet ook dat, uh, dat er hier animaties zitten in de auto. En dat maakt het wel heel erg tof. Want het is voor mij echt een replica van de originele Night Rider auto. Ook een leuk lampje aan de voorkant. Nou, dan weer nog Back to the Future. Je hebt uh, drie films daarvan. Ik heb ze nooit gezien, maar ik weet dat er een soort professor uh, in voorkomt. Maar dit is dan ook weer een auto, helemaal gedetailleerd. Ook een soort aparte. ...systeem achterin of zo. Misschien staat de motor, maar hier kan je ook... ...jaartalletjes kiezen. 1955 zie ik erop. Oktober 21. Ik weet niet precies wat die datums allemaal inhouden... ...maar misschien staat het ergens voor. Het ziet er wel heel erg tof uit. De graphics staan niet op z'n hoogst in mijn spel. Vandaar dat het misschien niet zo heel mooi eruit ziet. Maar dan weten we in ieder geval dat het daaraan ligt. En uh, ja, niet aan, uh, aan... ...dat het gewoon lelijk is gemaakt. En dan Munsters. Dat zegt me echt helemaal niks. Echt gewoon totaal niet. Uh, het is wel heel tof, want het zijn ook oh Dracula. Dracula is dit dan. En ja, ik denk dat het gaat over een soort van race die wordt gehouden tussen allemaal monsters. En het concept klinkt gewoon hartstikke leuk. Dus ja, ik dacht van waarom ook niet. Dus dat zijn de drie DLC-pakketten. Maar. Uh, we gaan eens kijken wat je allemaal kan maken. Want als ik bij Scenery gaat en ik uh, type bijvoorbeeld de rijder in van Knight Rider. dan krijgen we dus allerlei onderdelen. En die onderdelen kan je gebruiken voor bijvoorbeeld een go-kart-baan. Uh, en uh, daar gaan we later op terugkomen. California Car staat erop. En hier staat dan op California Night. En ik heb hier nog iets. Dat is een uh, andere auto, geloof ik. Nou, de auto is ook een beetje veranderd. Uh, het is een. Apart model, want volgens mij zit er achterop een spoiler. Uh, die groter is, want hier is die weer lager, zie je dat? Het is gewoon een ander model van Knight Rider. En ook de koplampen staan er boven. Het is dus echt heel tof om dit te zien. En wat hebben we nog meer? We hebben nog een car complete. Oh, die hadden we natuurlijk. Oh, wacht even. Drie, drie modellen. Oké, okay, deze ziet er ook weer anders uit. En die heeft een witte streep daaronder. En ja, wat nog meer? Even kijken, misschien binnenin ook wat verandert. Ja, volgens mij met kleurtjes is het wel een beetje veranderd. Maar ja, het is echt wel heel vet dat er drie auto's zijn. We hebben ook nog een booster. En volgens mij kan je met deze onderdelen je eigen auto in elkaar zetten. Want we hebben hier dan een deur voor links. We hebben ook een rechterdeur. We hebben ook een dak die we erop kunnen doen. We hebben ook een stoeltje. Dus je kan eigenlijk een soort van je eigen auto maken. Uit al die onderdelen. En dat geldt ook voor alle pakketten. Dus uh, als je nou gewoon hier munsters invult. Uh, dan krijg je ook allerlei... Uh, ook de, de, kijk dan, je krijgt nog een andere wagen. Die ziet er ook heel tof uit. Kijk hoe gedetailleerd, jongens. Echt heerlijk om dit te zien. Dus mocht je bijvoorbeeld... Uh, het, het enige nadeel is... Als je die DLC niet hebt en je gaat die map online zetten... Dan zien mensen, die krijgen dan de melding van... Uh, er wordt een, een DLC... Uh, uh, laten ze zien in die map. En die zie jij niet, omdat je die DLC-pakketten niet hebt. Dus dat is het enige nadeel. Je moet dus uiteindelijk die DLC hebben om dit te kunnen zien. Uh, dus ja, aan de ene kant is dat wel leuk. Maar je kan niet iedereen verplichten om 3 euro te betalen. Om dan alles te kunnen zien in je park. Maar je zou in principe wel zo'n auto kunnen gebruiken. Uh, bij bijvoorbeeld een, een go-kart baan. Of een trekrit Of uh, noem maar op. En je ziet nog meer. Kijk, je hebt hier nog allemaal. Uh, die kan je daar aan de zijkant doen. Dan zal ik even dit uitvinken. Kijk, die kan je bijvoorbeeld aan de zijkant plakken. Als je een beetje omhoog plaatst. En dan kan je toch wel een beetje je custom auto maken. Op deze manier. Nou, denk ik niet dat het handig is om die daar bij de deur neer te zetten. Want dan kom je er niet meer uit. Maar uh, ja, zo kan je dus wel weer je hele auto samenstellen. Uit al die onderdelen. Ik weet niet of elk pakket ook. Wat is dit dan? Dit is een parachute. Parachute. We hebben hier nog een andere. Oh, dit is een engine. Dat is een motor. Ik weet ook niet of we drie auto's hebben per onderdeel. Want ik zie hier eentje. En ik zie dan de tweede, dat is de Coach Complete. Maar voor de rest zie ik eigenlijk verder helemaal niks. En dan hebben we nog de andere, dat is dan Back to the Future. Nou, ik kan in principe gewoon Future uh, neerzetten. Die heeft wat minder objecten, maar wel meer auto's. Zoals je ziet. We hebben dan deze, dat is dan, even kijken: de Back to the Future Complete Railroad Wheels. We hebben ook de Complete 2015. Die lijkt net of die zweeft met die banden ook, zoals je ziet. We hebben de uh, uit 1995 hebben we een model. We hebben het model uit 1955. Al vandaar dat die jaartallen ook erop stonden in die auto. En we hebben nog een cabin. Dus een, een, een soort van kamer. Maar daar kan je dus je eigen auto van maken. Maar dit is wel heel leuk dat ze gewoon verschillende soorten modellen erin hebben toegevoegd. Het belangrijkste is van deze DLC, althans dat vind ik dan ook wel heel belangrijk: zijn drie nieuwe attracties. En we gaan dus even snel gaan kijken bij Track Rides. En we zien dat er drie bij zijn gekomen: namelijk de Go-Karts Back to the Future, Go-Karts Knight Rider en de Go-Karts The Monsters. En ik denk dat als we de Monsters gaan toevoegen, dan zien we inderdaad de twee autootjes. En wel jammer dat het er maar twee zijn, maar uh, wel heel gaaf om dadelijk gewoon te racen in zulke autootjes. Dat is natuurlijk super vet. Dan gaan we door naar de volgende. En dat is dan de Go-Kart Back to the Future. Nou, in principe zijn het alleen maar custom autootjes. Je kan niet in het menu van de go-karts instellen van welke auto's je wil. Dat had je wel bij Rollercoaster Techno 3. Daar kon je gewoon uh, een achtbaan plaatsen en dan kon je zelf bepalen welke soort type karretjes je op die baan wou hebben. En uh, die waren dan verschillend gethematiseerd: boomstronkies of uh, weet ik veel. Hè? Je had van alles. Een draakie bij de kinderachtbaan, geloof ik. Maar dit is natuurlijk een Planet Coast. Die hebben het heel anders aangepakt. En de derde en laatste is dan de go karts voor nightrider, Rider. dat zijn dan van die Knight Rider-outetjes. Ze zien er echt heel erg leuk uit. Ja, dit is eigenlijk die pakketten. En hebben ze iets van: dit is niet mijn 9 euro waard. Ja, dan, dan, dan snap ik dat wel. Maar ik vond het wel leuk om even dit te laten zien. Ja, of ik echt parken mee ga bouwen, dat weet ik niet. Want uh, ik ben niet zo fan van het idee dat mensen dus verplicht zijn om, uh, om dit te kopen. Hè, dat, dat, dat is gewoon minder. Maar het idee is wel heel tof om gewoon een los parkje te maken wat helemaal gebaseerd is op bijvoorbeeld de Munsters, Dark Knight, de Dark Knight, de Knight Rider of dat uh, was Batman na of uh, Back to the Future. Dus ja, dat is natuurlijk gaaf dat je gewoon nu een soort van ja, het is maar één thema en je hebt niet heel veel objecten. En ik denk dat ze dat bewust hebben gedaan, want als je echt 100 objecten toevoegt, dan is dat misschien dan ben je echt wel dan verplicht je de mensen om dat gewoon te kopen zeg maar. En dat is denk ik ook niet de bedoeling geweest van de maker. Dus ja, ik vind het wel leuk en ook heel gaaf om er even een video over te maken. Laat vooral een duimpje achter en laat ook even in de comments weten wat jij van die DLC pakketten vindt, natuurlijk. Dat is heel belangrijk. Tot de volgende keer. Doei doeg! doeg.